Wij hebben met twee teams van Royal Haskoning het initiatief bedacht om naar de Alpe d'Huez te gaan en daar een aantal beklimmingen te doen. Het Alpe d'Huez is een jaarlijks initiatief waarbij veel wielrenners en fietsers de Alpe d'Huez gaan beklimmen. En dat noemt men de Alpe d'Huez, omdat de bedoeling is dat je dat met je team 6 keer doet. We zijn in totaal met 12 man. 12 en vrouw uiteraard, die enthousiast de berg op gaan straks. De Alpe d'Huez is een klim van 14 kilometer. Daarin worden 1100 hoogtemeters overwonnen. Met een gemiddelde stijgingspercentage van 8%. En dat is een forse beklimming. Bij deze wil ik de heren Martijn Raap en Remco Doeven van Crea Forti welkom heten. Zij komen vandaag de cheque overhandigen die het mogelijk maakt dat wij op dit moment met de twee teams al aan €32.000 aan donaties en toezeggingen zitten. Dit is de derde keer dat wij een initiatief van Alpe d'Huez ondersteunen. Wij dragen het doel, het KWF, een warm hart toe. Dat doen wij symbolisch met een cheque. Dat is het. Namens Crea Forti en ook namens alle 35 collega's van Crea Forti wensen jullie heel veel succes, sterkte. Het schijnt een hele mooie ervaring te zijn en we zien de filmpjes en de foto's tegemoet.